nog even een paar kleine dingetjes checken. Nou, hier zijn we dan op deze mooie zondagavond, wachtende op de battles. Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat de matches er zijn, dus tot die tijd kunnen we lekker kletsen. Hoe is dat met jullie chat? Als er al mensen online zijn. Eén momentje. Hallo, hallo. Horacion, hoe is het met jou? Is het geluid trouwens goed? Zondag het schooldocumenten bijwerken. Ja, ook wel een rustig dagje gehad. Niet veel bijzonders eigenlijk. Nee. Maar wat voor schooldocumenten moest je doen? Moest je gewoon een soort verslag inleveren of zo? Hallo Luc. Al een beetje klaar voor je match. Carlos, goedemorgen. Crown's Reach. Dat is waarschijnlijk RuneScape. Geen idee. Maar goedenavond. Oh. Voortgezonden zijn werk. Ja. Klinkt inderdaad niet ideaal. Oh. Crown's Reach 10D. Je kan tijdens je D&D sessie gewoon lamp aanzetten. Dat is wel chill. Goedenavond. Hoe was het verjaardagsfeestje bij Ties? Ik heb wat een en ander in shitpost en meters voorbij zien komen, maar het zag er grappig uit. Gezellig. Niet al te veel trauma's aan Brent en Tisse, hoop ik. Hoe moet ik dat goed zeggen? Lekker. Maar jullie boften wel met het weer. Het was heerlijk weer dit weekend. Het is ideaal voor tuin en kampvuur en zo.
En hoe was het met het cutbordspel gegaan? Want ik had wel gezien dat jullie het gespeeld hadden. En er was een soort vage samenvatting. Had iemand nou toch nog wel weer het cutbordspel gewonnen? Duurde uren. Net Monopoly. Nieuwe mensen eigenlijk hier niet. Ik had even Amber en Daan bericht om te weten hoe lang ze... wat ongeveer de schatting was voor hun live battle. Maar Daan is nog even op het kleine kamertje. Wat volgens Roman geluk brengt. Dus wie weet. En Amber is al ready. Ja, zoals jullie weten, ik was niet zo lekker afgelopen week eigenlijk. Dus ik heb niet heel veel bijzonders te vertellen of gedaan. Behalve uitzieken. Dus, dat. Wel een beetje kunnen genieten van mooi weer. Wel eventjes gewandeld nog soms. Dat was wel heerlijk. Ah, ik zie iets. Er is een live battle. Oké. Wat verdorie showdown. Je doet nooit wat ik wil. Eventjes van scherm wisselen. Dan wordt dit waarschijnlijk weer aangepast. Yup. Altijd. Klopt dit? Nee, er staat... Dit is hem. Wat een idee. Ja, we moeten de playlist nog even. Ik moet hem even switchen van chill naar. Dus je Bomberman gaat verdwijnen, helaas. Sowieso was die zijn verjaardag te ver weg en hij had natuurlijk twee slaapplekken en ik had begrepen dat die al bezet waren, dus ik dacht ja, het is niet anders. En achteraf was het ook wel beter dat ik er niet bij was. Was niet zo handig. Maar het was fijn te horen dat het gezellig was. Ik wil nog steeds een keertje naar die meet-up die Ties altijd in de zomer geeft met dat zwembad, ziet er altijd ook super fun uit. Maar goed, laten we ons focussen op de match die er nu is. We hebben natuurlijk Daan's Sand team. Hij heeft Hippowdon nu niet mee, dus minder Sand dit keer. En Amber's klassieke Gliscor, Lati, Suicune, Corvi team. Redelijk dik team. Ik denk dat dit wel een interessante match kan worden. We beginnen meteen met de twee hazard removers. Thank you.
naar de Raikou, de Seeker. En Reflect, maar dat brengt je niet zoveel tegen de Special Raikou. Ik weet dat Raikou Electric Type Moves volgens mij ook extra sensory en aurasfeer krijgt. Maar ik krijg het iets om Gliscor een beetje te werken. Ja, ik krijg Scald. Die ging hard dood. Het was geen crit, toch? Nee, het was gewoon super effective. Het was gewoon voldoende. Goeie call vandaan dat er een spoor zou komen. Een Toxic was ook wel heel vies geweest. Ik kan het gewoon uitstalen. Ja, ik ben ergens nieuwsgierig naar de kalk van die Scald. Ja, dat denk ik dus ook, Luc. Dat het misschien een rol was geweest. Maar ja... Ik ben toch wel nieuwsgierig. Ik denk dat het een rol was. Want de kalk waar ik nu naar zit te kijken heeft 12 speed def invest, verder max HP en... Max defense, zeg maar. Of zo ver mogelijk. Dus het moet wel heel raar gelopen zijn. Ja, misschien dat het Modest Raikou was. Maar met een Lati? We zien hier een Corviknight. Ogepon op plus 1. Gaat Amber hier gewoon sludge bommen? Killt dat gewoon en neemt ze de Ivy Clutch al damage voor lief? Ah, Clairsmok. Expert belt tegen Amber's team zie ik nog best wel. Special Salamence. Daan heeft weer gekookt. Dan kan dit ding ook Thunder hebben, toch? Of je Drake ook, maar ja. Dan gaat je Spitek. Maar hier kan je redelijk... Kan je redelijk Zept en Blastoise? Dat maakt het wel Calm Mindfolder. Reunipus is ook wel dik. Raikou eet wel een Ice Beam. Je zou gewoon naar Raikou kunnen gaan. Met uittrettelen. Maar Amber kalt de switch en gaat naar Corviknight. Maar komt tegenover een Reunipus.
Ja, Psychic Noise. Niels weet het. Een van de meest teleurstellende moves die ze gebracht hebben. Het werkt voor één turn. Het zorgt er wel voor dat het niet twee roosts af kan krijgen in principe. Maar Amber had toch al U-turn geklikt. Dus... Een vieze crit, zelfs al doet het matig damage, maar 25% op een lati is 25% op een lati. Dit was Specs. Dat deed niet veel. Zelfs met 110 base attack. Het is best teleurstellend. Ik denk wel dat dit regen Reuniclus is, anders zou je het niet uitswitchen, denk ik. Heeft het ding extra sensory mee? Oh. Dat zou kunnen dat het Assault Vest is, want die damage is... Ja. Ik heb zelf beide laties gehad en meestal met specs. Zelfs al is een mond dik, doe je toch wel hoop hoor. Ik zou gokken, je kan hier redelijk gratis naar cellen mensen gewoon een sub opzetten. Van Reuniclus. Dan callen waarschijnlijk de switch naar Corviknight. Het zou me niks verbazen dat deze Suicune dik genoeg is om ook gewoon een Thunder van een Special Elements te leven. Ja, dat is zonde. Ja, die Draco Miss is vervelend. Ik zal trouwens van mij even goed weghalen. Ja, Amber gaat hier waarschijnlijk naar de Latium van Amoongus. Amoongus ziet er redelijk gratis uit. Gewoon Corviknight. Dat is wel ballen.
Toch recovered, dus was geen assaultvest. Bionicles is gewoon zo dik. Nee, het was zeker niet slecht. Want ja, hij heeft al eerder gezien dat Amber hier natuurlijk gewoon switcht. Reflect hier snap ik niet echt, want het enige wat je daarmee blokt is de damage van de Toxicroak. En je hebt twee special mods voor je neus staan. Ja. Zal Reunuclus een Shadow Ball van Lati eten? Ja, waarschijnlijk wel. Die Draco deed 52. Dat is echt... Ja, Daas Reunuclus is gewoon eng. Het is dik. Het hit best wel veel van wat Amber nu over heeft. Spoor is hier wel vervelend. Het is... Ja. Ik weet niet of Psychic Noise op die manier werkt. Maar Psychic Noise is nog steeds gratis. Want je hit gewoon de Among Us ermee. Je blokt de roost op de Corviknight. Ook niet verkeerd. Goeie recover call. Daan heeft goed de future side turns bijgehouden. Als het wel damage doet, maar geen heal geeft, zou het best wel grappig zijn. Die Hydro Pump deed meer dan verwacht. Je zou de Hydro Pump mis kunnen riskeren, maar wil je dat doen? Je wilt je Reuniclus waarschijnlijk gewoon gezond houden. Dus ga je hier gewoon naar Raikou. Of naar Toxicroak met Hydration. Als het Hydration runt nu. Het is Hydration toch wat ik krijg? Nee, Dry Skin. We hebben nog niet gezien of de Suicune Calmind is. Maar anders zou dit wel Calmind voor de kunnen zijn. Ambutan hier kinda uitswitchen. Je kan hier gewoon blijven switchen naar Toxicroak toch? Om de Reuniclus weer gezond te krijgen met zijn Regenerator. Ja. Yep. Hier kwam een Leafstorm. Heeft het Brave Bird? Nee. Maar Bliksem Move Click is nog steeds gratis, ook al komt er Moongus in. Je zal gewoon Volt switchen.
Waarschijnlijk niet, nee, als je kalmijn bent. Maar ja. Ik hoop wel een bliksem move op zijn minst. We hebben tot nu toe nog niet de laatste move gezien. We hebben Shadowball en Scald gezien hier. En Calmite natuurlijk. Geen burn, helaas. Moongus is ook weer gewoon full health met al die regenerator shenanigans en die paar giga drains. Dat is wel vervelend. Amber heeft dan relatief offensieve Amoongus gebouwd. Die Ice Punch deed net niet heel veel. Zal het op plus 2 genoeg doen om het... Het zal niet killen toch? Giga Drain killt nog niet. Maar gewoon Clearsmog blijven klikken is ook gewoon voldoende. Oké, switch. Ja, nu kan inderdaad... Dit snap ik zo niet, hè. Gewoon zometeen gaat de Toxicroak dood. En dan... Ja, dan wat. Het is leuk voor de close combats op dit moment. Ik weet niet. We hebben tot nu toe al een U-turn als attacking move gezien, toch? Zou je niet anders al lang op Brave Bird geklikt hebben? Ik denk dat Amber niet een move heeft op Corviknight om Toxicroak te hitten. Suicune is volgens mij trager als het geen Speed Invest heeft. Anders... Ik weet het niet helemaal zeker. Amoongus is trager, Corviknight is trager. Ja... Je hebt Reflect, dus Close Combat killt waarschijnlijk niet. Een U-turn op min 2 killt waarschijnlijk wel. Het is Resist, maar min 2, het is niet heel bulky. Nog een Sword Dance, Palsy. Dat is jammer. Ik denk dat je meer uit Close Combat als value had gehaald. Die zat toch al op plus 3. Maar ja. Ik hoop dat Daan hier recover geklikt heeft, maar dat heeft hij niet. Ja nee, dit is ongemakkelijk. We hebben al gezien hoeveel damage de Hydro Pump doet en dat deed een hoop.
Raikou gaat niet door de Among Us heen komen, denk ik. Plus, je skipt een spoor als je nu je Reunited zegt. Ik denk dat Among Us het kan winnen als het healthy is, ja. En het is healthy, dat hebben we gezien. Oh. De Hyderpop mis. Dit is groot. Gaat Amber in de curry choken? Twee misses. Oh, dat is lullig. Dat is flauw. Ja, dat is pech. Dat is heel veel pech. De Reunited sporen is denk ik dan de angle. Ja. Ja, geen 100% is 50%, maar damn. En dan ook nog een crit. Ja. Nu kan Corviknight het natuurlijk afroesten. Zometeen, straks, nadat de healblok weg is. Maar. Dat doet zoveel! We hadden nog niet gezien hoe Psychic Noise of Among Us deed, maar. Dat is zoveel! En dan. Daar kan hij gewoon Psychic Noise blijven spammen. Want nu kan Corviknight niet afroesten. De U-turn gaat. Ja. Nee, dit is game voordaan. Zelfs al killt Corviknight hier met U-turn, er staat dan een Raikou voor zijn neus die gewoon T-bolt klikt. Oh, dat is waar. Psychic Noise is een shit. Waarom is de move zo shit? Niels! Waarom is de move zo shit? Waarom is het één turn? Omdat ik me herinnerde dat ik al echt... Dat je echt was van waarom is de move zo shit? Dat we echt gewoon teleurgesteld waren in de move. Nou, waarom heb je de move niet gecodeerd, Niels? Het moet beter zijn! Oh... Is het gewoon stal geworden totdat de Raikou op een gegeven moment gewoon maar inkomt? Hallo Barty! Ja, maar hoeveel recovers heb je in de klas? Ook niet meer veel, toch? Ja, die heeft toch één recover. En de laatste Tinder hit. Ja, dat was een game. Dat daar had op het einde gewoon best wel mazzel. Ik denk dat de turn waar Among Us kon blijven Clear Smoke op zich wel nice was voor Amber qua positionering. Maar die Hydro Pump misses waren ook gewoon zuur. Verder is het heel netjes gespeeld voor beiden, dus... Volgens mij was Corviknight wel pressure. Daan had 16 pp totaal voor Thunder en had er nog 3 over. En hij heeft in totaal 1, 2, 3, 4... Laten we even goed tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hij heeft 6 keer Thunder geklikt, dus dat klopt toch? Ja, officieel een game heeft het 10. En in Showdown heeft het natuurlijk al die max pp als je ook pp up zou geven. En dat is blijkbaar 16.
met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereiken. We gaan geen reclame maken voor Vodafone. Maar het was wel bizar dat Among Us en Unitless zoveel werk deden deze match. Wel heel leuk om te zien. Ook een beetje ook de liefstorm op de Among Us. Nee, niet Vodafone over ad revenue. Het heeft niet eens de kleuren van lamp. We hebben niet eens een divisie met rood-wit. Oh, jij kan een Voltorb divisie hebben. Ja, Niels, Luc, beide veel succes. Ik zie de live battle wel verschijnen. Ik zie je punt, maar aangezien we ook de ABC hanteren, denk ik dat je eerder de Ampharos divisie dan de... Bellybolt? Chinchu? Is het een electric type met een D? Niels gaat zo meteen spelen. Dus die heeft zo zijn match. Ik weet niet of hij... in principe mag je als je speelt op stream... niet de stream aan hebben gestaan voor geluid. Misschien, ja... Hij zal ook de chat niet zien tijdens de match. Maar naast de match is hij weer terug. Wel leuk dat je weer kijkt, Bart. Speel je zelf ook Pokémon of ben je gewoon hier om iemand te sporten? Netex. Ironmon Netex. Nooit van gehoord. Is dat een bepaalde mod? Ik ben niet zo bekend met mods. Dracozolt. Oh, voor de Pokémon D. Ja. Cool. Dus je hebt gewoon alle regions en dan speel je daar doorheen. En dan mag je niet doodgaan of zo, of je mag niet Pokémon verliezen, of hoe zit dat? Is het gewoon. Is dat gewoon vrij? Ik zie een live battle trouwens, wacht even. Oh, is dat niet de juiste? Oh, dat is
niet de juiste. Luc heeft een link van van de Amber in live battles gestuurd toen. Dus dat is niet echt live. Nee, ik kan doen wat je wilt. Oh. Klinkt wel heel leuk dan. En wat voor modus vind jij het leukst dan om te spelen? Wil je dan gewoon vrij of wil je Kaizo? Leuk. Volg de Ironmon Discord. Ik zal het eventjes naar mezelf sturen, want dat is iets wat ik echt ga vergeten. Ik wil foutje voor Imolga, voor de E. Want Imolga is wel een stuk zachter als Electros, sorry. Electros. Je hebt het over je nicknames, Daan. Oh, ik zie iets oppoppen. Ja. Nu hebben we echt voor het echie weer de nieuwe match live. Oh god. Wacht even. Dit is leuk voor mijn stem nu. Salutations. Dit doet altijd een soort dialoog. Now that I have removed the mistakes from the faulty translation received the results of Whismer's calculations, and I have disposed of that particular thorn in my sight for the foreseeable future, I can finally actually put the key to the eventuality into practice. I can now share that the missing piece of this massive puzzle is, what utter hogwash is this? A deep bond between a trainer and the Pokemon is required for this ritual? Is this some kind of twisted joke? I have discarded the hope for such friendships long, long ago. They have never served me well. No, I no longer have any need of them. Such frivolous relations only open oneself up to exploitation, to betrayal. I will never suffer such betrayals again. Is this unreasonable requirement to be my Waterloo? Foiled by the literal godforsaken power of friendship? No, giving up now is what ordinary people would do. You know the common saying, 99% of gambles quite before they make it big? Ik denk dat hij quit bedoelde. Well, I am the 1%. Yes, if I cannot obtain such bonds myself, then I simply need to obtain a sample from which to synthesize the essence of friendship. And I know exactly where to find it. Nilzar, the corrupt mod, has a remarkable rapport with this garbage he for some reason calls a dragon. They have been together through thick and thin. I have even played a minor part in their relationship.
This might be an excellent moment to reap what I've sowed these past seasons. Nilsar, my former partner in crime, good luck as I come for your downfall, the bond between you and your Drugalji. And now, Nils, I once had a friend, an individual, who left one day, fueled by a story beyond. The individual was known by many names, the torrential, the machination spirit, the musing maestro, the maniac on the mic. Each alias hinted at the multifaceted nature of the individual. Yet, despite the plethora of names, no one referred to them as anything but the individual. No one needed to. To encounter the individual before they encountered you is impossible. The mere thought visionary, their greetings no, their salutations were always constant, but the individual is everything but. No one understood this individual, but no one needed to. Each outsider is a mere fragment of their story. Like many before me, I found myself one day greeted by the individual. I knew the individual by many names, yet, despite that, I referred to them as none of those. I didn't need to, because the individual encountered me before I could encounter them. It was my turn to become a mere fragment of their story. Good luck, have fun! Zo, dat was het langste verhaal tot nu toe. Jezus. Sorry chat, ik hoop dat het duidelijk was. Ik heb het wel allemaal voorgelezen. Maar altijd wanneer ik deze verhalen voorlees, dan... Het gaat een beetje langs me heen. Ik weet niet wat ik dat voorgelezen heb. Dus laten we lekker kijken naar deze match tussen deze twee vrienden en ex-teambuild buddies. Ja. We zien dit keer maar één evolution op Luke's kant. Crazy. Weer Muk. En aan Niels' kant geen Drugalji, maar wel Bronzel. En natuurlijk de Terrapacos en Okapon. Ik ga het niet nog eens voorlezen, Job. Sorry. Zometeen dumpt Luke alles. Gewoon lekker. In shitpost. Waar stuurt hij het? Volgens mij stuurt hij het altijd in shitpost. Mag je het lekker nalezen? Man. Ik zal wel eventjes de high playlist doen. Ik vind eigenlijk de chill playlist wel heel fijn. Het heeft zulke leuke muziek. Ik weet niet of ze moeite hebben met Startmon kiezen of dat ze misschien mijn bericht niet gelezen hebben. Ik stuur wel gewoon een smiley voor de zekerheid. Oeps, de Jan smiley. De min shout tegen de clavable. Meest gratis shooter in je leven. Ja, Niels speelt. Ik denk dat Luke de functie van Espen heeft gevonden. Dat ze proberen zo snel mogelijk te sekken tegenover een willekeurige mon. Maar je hebt ook een Iron Dread met een Muk. We hebben geen Iron Dread met een Muk. Oh, voor Stealthrock. Ja. Ik heb altijd gewoon Calmind Clefable in mijn hoofd. Of gewoon... Ja, Taunt van Core Shenanigans. Ik had niet onthouden dat dat ding ook Stealthrocks kreeg.
Fair. Counterargument. Wet bestaat ook. Ja, fair. De IQ deed veel. En die Primarina heeft het niet overleefd. Dat is jammer. Ja. Holy. 94%. Wacht, Joyce Band? Typhlosion is meestal special, toch? Nee, Daan. De Typhlosion is net genokt. En ik zie net dat er een Choice Band van de Typhlosion afgelokt is. Dus... het zou kunnen dat de Crook maybe banded was, maar ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het een vieze rol was inderdaad, wat Job dat zei. 49% is altijd net zo'n percentage dat, ja. Nee, dat snap ik. Ik weet het niet. Ik kan eventjes kijken naar de pre-made set van Pokémon Showdown. Gewoon normaal. Oh, ja, dit is Luca. Sorry, dit. Het was niet Bandit. Ja, niet Bandit. Bandit had altijd, zelfs al was het max HP, max defense, bold nature, had altijd meer dan 50% gedaan. Volgens mij is Primarina bulkier aan de spedef kant. Ja, Primarina heeft base 74 defense, base 80 HP en base 116 spedef. Wel een solide special attack met 126 en een speed van 60. Dat gezegd hebbende, ik denk dat deze Primarina max HP was. Misschien iets van Defense Invest. Maar Jolly max attack Crook EQ doet 48-57 op een max HP Bold Natured Primarina. Ja, max HP en wat Defense. Dus het kan net genoeg defense zijn geweest dat het een vieze rol was.
Nou, mijn haarverf is er een beetje uit. Dus nieuwe haarkleur. Ik moet het vooral weer verven. Kan gewoon. Dus. En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Ja, ik weet niet of Crocodile iets krijgt voor Gliscor. Niet de trootshop. Nu kan Gliscor niet hypervoice klikken. Potverdorie, Krok. Het is ook de hype playlist die krijg, steeds die Vodafone ads krijgt. De chill playlist heeft nog geen ad gehad. Dat is echt... Blijkbaar is Vodafone hype, mensen. Ik heb er wel over nagedacht, want ik deel nu Spotify met mijn vriend. En ik dacht wel van, weet je, ik luister ook best wel wat YouTube. Als ik daar nou premium van neem, dan hebben we de best of both worlds. Dan heb ik gewoon YouTube voor muziek en zo. En dan... Ja, maar adblocker, dat blokt zoveel. En dan moet je kutten met sites, omdat ze zijn van, jij hebt adblocker aan. Dat vinden we niet fijn. Dat vind ik echt altijd kut. Maar joh, er zijn er echt best wel sites die je niet meer kan bezoeken. Nee. Ik wil maar niet meer kijken. Het domme is, zelfs op sites waar ik niet eens ads zie, kan adblocker gewoon kut doen. Of dan kan de player op die site kut doen. Omdat hij dan gewoon is van, ja, je hebt adblocker. Dus dan speelt het niet af. Goede damage. Terror Starstorm doet zoveel. Niels heeft hier best wel wat opties qua switchen. Het is vooral Luc die de switching predict of niet switching predict moet aangaan. Fabel is hier toch nog wel redelijk safe, ja. Of de Bronzong. Maar het heeft knock-off.
Niet op Amazon. Je kan ook nog Type Lotion zakken, als je wil. Ja. Dus. We zien hier de spannendste gameplay van ons leven. Trapikos tegen Minchou. De Clefable is Magic Guard, toch? Omdat de Spike geen damage doet. Dat, zo werkte dat? Clefable heeft best wel een brede movepool, toch? Dus het kan dingen als Ice Beam of Blizzard waarschijnlijk wel. Ja. Zoals elke Gen 1 rondmon. Weet je, ik ben eigenlijk best wel verbaasd dat Luke Vaporeon niet meegenomen heeft. Espion krijgt iets van Moonlight, toch? Of zo? Morning Sun. Niet veel, Razion. Volgens mij zijn ze al een uur, nee, half uur bezig. Er is een Primarina dood. Espion is bijna dood. Mux zit op de helft. Gliscor zit op ongeveer 25% van zijn leven. Ironhead is nog gezond. Minchou is nog gezond. Tegenover Nielsen kant is Typhlosion bijna dood. Ogrepon heeft chip. Ik weet niet precies hoeveel. Ja, ongeveer 60%. En de rest is nog gewoon healthy. Trapikos is 96% zo.
Ja. Nou, A. Zeker met dat vingertje wat... Oh nee, niet weer. We zitten op 3. 3 Vodafone ads. Ik haat dit. Oh, Future Sight. Ik denk dat de Vodafone ads... een van de spannendste dingen tijdens deze een Quark Drive attack. Dus dit ding gaat damage doen. Want de base attack van dat ding is hoog. Nu is de vraag. Wat doet Niels hier? Want elk knopje wat Luc kan klikken op dit ding ziet er best eng uit. Zelfs al heeft het ding flamethrower. Het ding is, als je naar Bronzon gaat, ja, je denkt dan misschien Iron Head. Mega Horn? Had je Clefable niet nodig voor de Minshaw? Was die Knock-Off of Iron Head gewoon echt solide geweest hier? Waarom Megahorn? Je catcht de Ogre Pond en de Crook, maar... Overigens, weer een voorbeeld. Is het niet 100%? Is het... ...50%? Megahorn heeft toch iets van 90% accuracy of zo? Ook was het liever voor Niels, want de Future Sight into een aanval van de Iron Threads had anders wel iets gekild, maar nu is Kroeker, dus. We wisten dat de Kroek niet Bandit was. Het is Lefties. Solide rocks. Dat maakt het ook nader voor Gliscor in te komen. Heel cool. Megahorn kan waarschijnlijk killen. Kroek is niet de meest bulky mon op de planeet. Je wil ook geen Rapid Spin riskeren.
Als Luc weer hetzelfde knopje klikt. Ja, Iron Chuck is heel eng voor Niels. Vervelende man. Hij heeft ook een hele brede move pool. Je weet nog niet wat het runt, behalve Megahorn. Eén voordeel, hij is een booster attack kwijt. Dus je weet dat het een offensieve Iron Threads is, maar het is in ieder geval niet een Iron Threads plus 1. En je kilt het. Dus Niels' plan is om hier gewoon te EQ'en. En het revenge met iets wat een hit tankt, zoals Trapicus waarschijnlijk. Trapicus was nog healthy. Volgens mij kreeg dit ding wel superpower, maar misschien doet het niet genoeg. Nu hit de Meghorn wel. Jammer. Je leeft waarschijnlijk wel nog of. Oh, slim. Is dit setup bronzo? Luke's team is trouwens best wel Earthquake weak. Hij heeft Gliscor, maar daar houdt het ook wel mee op, zeg maar. Deed hij dat voor de Gliscor? Maar niet, nu kilt IQ niet. Waarom klik je niet gewoon weer IQ? Power Bracer. Weet iemand waarom hij niet gewoon IQ klikte de tweede keer dat hij tegenover de muk stond na de tand? Want het had de muk gekild. Ik snap de play niet helemaal. Nu is zijn Bronzong bijna dood. En dat was best wel een oké Iron Threads check. En nu is zijn trick nog bijna voorbij en is dat het niet meer. Ja, ik weet niet of dit een breincapaciteit dingetje is. Job, Daan, Jan, vertel. Hebben jullie theorieën? Oh, zal ik even terug gaan? Dan zal ik het laten zien. Wacht even. Ze doen toch lang over hun turns. Dus hier zie je een EQ die 44% doet. Dus ik dacht, hier ga je weer EQ klikken. Klikt die Gyro Ball. Kilt niet.
Wordt gepainsplit. Ding is weer healthy. EQ killt niet meer. Klikt weer Gyro Ball. Wordt genokkoft. Bronzong bijna dood. En nu zijn we hier. Waarom? Ja, maar kijk, het ding is, EQ had gekild. Niels klikt Gyro Ball, maar waarvoor? EQ had gekild. Er staat Tricknum op, je bent trager. Zeg maar, de Tricknum turns uitstallen van Luke, snap ik. Dat is compleet solide, want alle andere mons die over zijn, zijn veel sneller dan Bronzong. Dus dat wil je weg hebben. Ja. Het enige wat ik me kan bedenken is dat je de Gliscor wil catchen, want Mincho is niet bulky genoeg. Die neemt wel chip van de EQ. Gliscor is de enigste EQ immunity hier. Ja, maar dat is het. Het switcht hard in. Bronzong is nog steeds sneller. Gliscor is niet healthy. Dan kan je daar dan toch Gyro Ball klikken. Ja. Waarschijnlijk dan Niels choke van man. Ik dacht misschien is het een Big Brain Niels play, maar het is misschien gewoon een choke. Dat is jammer. Ja, hij was in een andere dimensie. Hij voorzag dingen die wij nog niet begrijpen. En we zien de EQ. Goddammit, Niels. Duwt en killed. Momentum. Volgens mij hadden Iron Threads en Ogrepan een speed tie. En Niels Scanlon heeft hij geen speed op de Ogrepan. Genoeg misschien voor Minchou, maar dat betekent niet dat hij max speed threads heeft gerespecteerd. Nou,
Dat had gekund. Alleen zijn Typhlosion is al bijna niet meer levend. Zijn Typhlosion heeft 6%. Dus die gaat dood aan de spike die er ligt. Ja. Zijn Typhlosion is er puur voor momentum en een sec. Het doet niet zoveel meer tenzij de spike weggaat. Dan heb je... Ja. Alles is sneller, maar... Je hebt dan een Typhlosion in het veld staan die dan nog steeds doodgaat, alleen dan niet aan de spike. Het hangt een beetje af van wat voor Ogerpon Niels mee heeft. En we hebben vooral bulky support die Ogerpons gezien. Oh, de healing wish ging nu pas in. Hij had dus een gezonde Typhlosion kunnen hebben. Cool. Oké, okay. Katie zei net huge healing wish, bro. En Niels geeft op, it is. Maar dit wordt toch gewoon gemegahorned. Of wil je hier spijkers shielden? Dat kan nog een leuke chip geven. Jop, ik weet het. Lux switcht uit. Durft de speedtime niet aan? Misschien? Jop, we moeten naar die dimensie toe waar Niels en Luc leven. Ik snap het niet. Ik snap niet wat hier gebeurt. Luc zat in zo'n goede positie. Wat gebeurt hier? Triple Axel of U-turn gaat nog steeds een hoop doen. Begrijp me niet verkeerd. High jump kick. Dit ding heeft Spiky Shield, by the way. Als dit ding Spiky Shield had geklikt, was dit ding gewoon bijna dood. En je riskeert een mis. Het ding is, zeg maar, als je tegen een team gaat waar high jump kick een optie is, je bang bent voor een rapid spin van de iron threads. Je de physical threads wil chippen, dan is spiky shield nog steeds fijn. Je rutt het nog steeds ook veel op chest, dat ook in singles, gewoon voor de chip en de irritant zijn. Ik snap het niet! Ja, de healing wish! Ik snap het niet! Godverdomme. Lux zegt oké, GG. En Niels zegt uitknip me maar. Dus heeft hij geen superpower op de Iron Threads dan? Niels heeft gewonnen. Deze game was iets zijn. De emoties.
Wacht. Heeft de healing mission gered, though? Citations. Hallo. Goeie game, Luc. Shit. Nice, man. Ja, ik zal even de muziek uitzetten. Goeie game. Oké. Honestly, Clef healing mission daar was misschien niet nodig. Maar ik dacht dat ik genoeg oud zat. Ik verneukte gewoon mijn bronzong heel erg. Ja, waarom klikt hier niet EQ? Want ik dacht van... Waarvoor Gyro Ball? Waarom klikt hij daar Gyro Ball? Ik hoefde het niet te doen. Ik zat al in een goede positie. Ik was aan het overpredicten. Want ik was van, je kan naar mijn bronzong gaan trickroom stallen door gewoon like Gliscor te gaan en te protecten en zo. En ik wou gewoon dat kern voorkomen dat je gewoon mijn trickroom zou uitstallen. Ja, maar je kan ook gewoon ijspinnen runnen op bronzong, toch? Ik heb het ook. Dus waarom ben je nou bang voor bronzong? Want je zit in trickroom, je bent sneller. Nou, als je Gliscor gaat daar en dan protect op een ijspinner, heb ik letterlijk nog maar één turn. Dus dan kun je like iets agressiefs doen als like hard me enshow of zo, en dan is mijn bronzong gewoon like ook dood, weet je. Ja, fair. Dus like, ik was kinda bang voor die sequence. Maar to be honest, dan had ik nog steeds damage gekregen. Ja, niet echt eigenlijk. Het was, wat er in ieder geval nou deed, was sowieso niet goed, want ik kreeg gewoon niet meer dood naar de pain. En ik zat ook echt te kalken en ik was van, is er een way dat ik zo perfecte damage doe, dat ik je kan killen met rapid spin daarna? Like dat ik de muk kan killen met rapid spin Terrapagos. Daar zat ik ook naar te kijken. Oh my. Want dat was misschien een angle. Omdat je me genokt had, had de Gyro Ball je actually like, misschien in range kunnen gooien van Rapid Spin, zelfs naar de Black Sludge. Dus daar zat ik echt op de kalk voor de langste tijd. Oké, ik ga eventjes terug in de partij, maar er was nog iets waarvan ik dacht van... Nee, ik heb de Bronzong Cup. Ja, de Bronzong is een shame. Oh maar ja, Ik dacht dat de endgame kon winnen. Ah, fuck, ik was er bijna. Je hebt gewonnen uiteindelijk, maar het voelde gewoon zoveel closer dat het had moeten zijn. De EQ Primarina. Wat was je Primarina's spread? Was het een vieze rol of had je daar eigenlijk Gliscor moeten gaan? Nou, sowieso was het een vieze rol. Dat was sowieso een rol. Ja, dat was sowieso een rol. Een rol die niet uitmaakte voor het game follow-up. Dat wel. Dat okay. Geef ik wel. Wat klikt je dan? Wat klikt je dan die turn CM of zo? Whirlpool. Oh. Ik verwachtte dat de Bronzong in zou komen. Dat is heel fair. Want je kijkt naar mijn team en ik zou zeggen, Bronzong is gewoon de switch in tegen Primarina. Ja. Ik bedoel, als ik Moonblast had geklikt, dan was het een rol geweest die enorm had uitgemaakt op het gameverloop. Maar ja, for sure. Ik ben verbaasd dat je dan niet gewoon naar Bronzong ging, want dat tankt ook gewoon de... Like, het tankt... Het tankt de future side die in de lucht hangt. Het komt in op Primarina en Primarina kan basically niks. Bronzong kan gratis setupen en Bronzong is een probleem. Ja. Bronzong was heel goed tegen je. Ja, sure. Was je ook setup Bronzong of was je dat niet? Nee, ik had geen setup. Ik was trick room 3 attacks, max attack gewoon. Ik had... Die Teflotion was EQ, ook gewoon meteen. Ja, EQ, je was banned. Dat dan moet je bij Aaron zijn. Anyway, daar kom ik zo even. ik was EQ, Gyro, Ice Spinner en Trick Room. Ja. Want ik keek er gewoon naar en was van dit gaat gewoon super hard, weet je. Mm-hmm. Ik was Power Belt wat mijn speed halveert. Gewoon puur dat ik max Gyro Ball damage heb tegen heel veel Pokémon als niet like, letterlijk alles. Ja. Like, het haalt insane dingen zoals gewoon like, max base power tegen Gliscor. Dus ik heb gewoon 150 base power, dus dan kan ik Gliscor op de midground raken als ik niet wil Ice Spinneren. Maar ook andere shit, gewoon dingen als Goodra, veel harder, like super hard raken. 150 base power is no joke, man. Nee, en dat is veel. En dan ook max attack adamant. Nou, niet adamant, ja. Brave. Oh, Brave, sorry. Ja, ik was Brave. Ja, nee. Ja, cool. Ik maar zag dat ik naar de powerbelt genokt worden. Ik was powerbelt. Ja, yeah, maar ik wou niet... ik wou niet eigenlijk Bronzong gebruiken als Primarina check, want ik wou iemand gewoon healthy houden voor de late game clean. Ja. Want Terrapagos was niet mijn late game cleaner, het was altijd gewoon... Ik wil spinnen, zodat... Hazard niet al te crazy worden tegen me. Ik was bang voor T-Spike, honestly. Like, toen ik zag Spike, was ik gewoon, dat is fine. Maar T-Spike had ik actually wel irritant gevonden. I mean, het ding met T-Spike is, je hebt een Dragalge en Dragalge is ook nog altijd niet slecht. I know. Nee, dit is de mond die ik eigenlijk zat te overwegen als mijn zevende lid. Ik vond Lycanroc ook maybe iets kunnen doen. Lycanroc was ook eng. Ja. Yeah. Like, Felix en Ampharos had ik afgeschreven van die Ja, eens. Die komen niet. Typhlosion eigenlijk ook. Je had geen Ghost Resist. So like, het was een goede breker. En
Ik had het meegenomen, want het was mijn Primarina switch-in. En dat klinkt dan, dat klinkt stom, I know. Maar je klikt nooit watermove zomaar. Like, je klikt niet zomaar watermove tegen me. Dat is insane, want je verliest zoveel mensen als ik ook op onga. En ja, honestly, ik verwacht dat je like rare shit ging meenemen. Like, echt vaag is je om Bronzong te checken. Like, weet ik veel wat. Gewoon, ik ging gewoon vanuit, luister, Primarina komt en het gaat gewoon iets doms doen om Bronzong te kunnen verslaan, weet je. Like, daar zat ik naar te kijken, dus ik was van uit. Weet je wat, ik ga niet Bronzong gebruiken als Primarina check. Ik gooi er gewoon Typhlosion tegenaan. Die mond komt echt maar één of twee keer in, dus ik gooi er gewoon Band op. Want Poltergeist heeft de beste damage output tegen je super spadef team. So, nee, yeah, dat is heel fair. Want Muk gaat ook vaak EV. Nou, Luke heeft het toch niet veel EV gerund, maar het is wel een klassieke Muk set. Het is niet nodig om EV op Muk te runnen, want ik heb vijf andere spedaffels. Ja, precies. Ja, fair. Nee, maar pas al voornamelijk dat ik een keer een Ogerpond switch in had, want Ogerpond gaat veel te hard. Ogerpond ging ook in zich open, ging zo stupid tegen, ja. Maar ik had ook naar gekeken en ik was dan like... Naast Ivy Cudgel heb je like Power Whip of Hornleech en Play Rough. Nee, ik was... Mijn enige andere attacking move was Play Rough. Ik was SD Synthesis. Ik was de exactzelfde set als tegen Ooze. Het was gewoon Ivy Cudgel, het was Play Rough, het was Synthesis, het was Sword Dance. Hoeveel Speed and Fast had je? Want het ik was gewoon Max. Ja, yep. Het was een Speed Tie met Espeon. Maar ik ging de Speed Tie gewoon aan. Ik ben gewoon Max. Ja, same. Espeon heeft weer niks gedaan, de classic. I mean... Nou, de Future Sights waren nice, alleen Niels heeft gewoon goed tegen heel Koek bang geswitcht. Ik was wel heel bang voor Espeon, though. Want, like, ik was van, bro, Calm Mind, en je hebt gewoon een Luring Voice nu voor Dark-types, dus like, met Calm Mind, Shadow Ball, een Luring Voice, ben je actually best wel goed tegen Bronzong en Crocodile, zodat ze gechipt zijn. Ik was bang dat ik actually geswept kon worden door Espeon late game, for sure. Ook gewoon, echt wel bang voor. De ballen om in te blijven op de Espeon. Met de Crook. Wetende dat het de Luring Voice kan hebben. Oh, ik ging niet dood. Ik ging niet dood aan Specs. Oké, maar ben je dan de Crook like 60 laten eten? Ja, maar kijk, mijn Crook is niet dat belangrijk, honestly. Je like, Crook is Espeon... heel belangrijk. Nee, like, ik vond Bronzong healthy houden, dat ik gewoon late game daarmee kon winnen, vond ik veel belangrijker dan like een Crocodile die op 100 zit of op 30, like, I don't care, kinda. Like, als ik gewoon één keer kan intimideren tegen Mientje, wat me dan helpt met iets anders leven, dan vind ik dat al genoeg, weet je. En, like, het is mijn Tretch check, maar, like, ik hoef Tretch met letterlijk niks te raken, want je verstaat Bronzong niet. Like, zodra ik van Booster Attack af was, ik ging ook vanuit je Booster was, toen ik geen Tretch lead zag, ging ik ook al uit van Booster. Toen Booster Attack Tretch gewoon niet meer een ding was, dan hoef ik ook nooit meer bang te zijn voor Tretch, honestly. Want je kan niet Bronzong twee shotten met Nog. Zelfs niet als je like, max attack bent als Nog. En ik trigger om een EQ, gewoon twee, like, is gewoon een twee shot. Ja. Yeah. So, like, ik was van als Bronzong op 100 blijft, dan I kinda just don't care about that. Like, het intimidate is nice, maar het boeit niet. Also, je bent langzamer dan Ogre, dus je moet een Rabbit Spin afkrijgen. Ja, yep. Dat soort dingen. Nog een vraagje. Er was een turn, 26 ging Typhlosion dood. Komt Ogrepon in op de Iron Shards die Megahorn heeft? Ja. Je hebt er gewoon de bal op zitten te klikken, omdat je zoiets hebt... Ik denk dat ik dat moest, honestly. Dan de vraag aan Luke, waarom klikt hij daar geen Megahorn? Want ik dacht dat Luke daar Megahorn, dat een throwing play was. Want... Dat was niet een throwing play. I mean, foute play, I guess, maar... Als ik daar... Dit is de line die ik zag. Als ik hier mag Megahornen... Even kijken. Ik switch naar Gliscor, waarom niet? Waarom blijf ik niet Threads in? Dat is. Je verliest van de combinatie van Ogre en Trappenkost gewoon meteen, als je dat doet. Niet per se. Als ik de Ogrepon daar kill, is het voor jou game over. Ja, ik moet wel even dan benadrukken dat like een 30% rol was om het te okoen. Max Attack Element. Plus Megahorn kan missen. So, like, dat was flink in mijn favor om gewoon like, een hit te nemen. Maar, yeah. Wat was je Ogrepon? Ik was geen bulk, maar dat killde me gewoon niet. Megahorn is 40% om het te okoen. Ik heb tegen Speed Ninja te kalken.
Geen zorgen, het is speed nature. Oh, oké. Okay. Anders was 93% kans. Ja. Als ik je daar kill... Dan verlies ik, ja. Yeah. For sure. Ja, dan verlies je, want dan kan de Terrapagos het niet doen. Nee. De line die ik volgens mij zag... was dat Terrapagos na een rapid spin sneller zou kunnen zijn dan... dan Treads. Ja, dat ben ik sowieso, ja. Yeah. Mm-hmm. Dat heb ik ook gespeedcript, ja. Ja, precies. Dus dat ik dan niks zou hebben om de Terra Shell te breken. Ja, daar zat ik ook mee. Like, het ik zat breken van dat ook Terra Shell moet gebeuren, want dan kilt Mian Shao. Mm-hmm. Ja. Want ja. Reckless High Jump Kick, baby! Ja, dat was insane nodig hoeveel om Ogerbon te killen. Want ik had even gewoon niet Reckless erkend, honestly, als kind of my bad. Maar dat is goed van je, als je stealth ook niet had weggespint, dan had ik gezien dat je Reckless was in plaats van regen, bijvoorbeeld. Maar dat is een goeie. Dan heb je gewoon, want Reckless werkte met, hoe heet dat? Jump kick, je... ja. Stacked. Nee, hoe ik zag dat de game zou gaan, want uiteraard, ik ga Terrapagos, want ik wil Terra Shell terug. Ik mag niet Pokémon gaan, want die worden geheeld, dus ik moet Terrapagos gaan in die situatie. Ik zeg Typhlosion. En toen was ik zo van uit. Als ik gewoon cudgel op Gliscor, dan insta-lose ik. Want Mianche gaat mijn revenge killen met U-turn. Ironside gaat mijn shell breken. En dan ga ik gewoon dood aan Mian Shao. Dus ik zag die angle. Ik was, als ik hier cudgel op Gliscor, dan insta-lose ik gewoon. Ja. Dus... Dat was ook de angle die ik zag. Maar zoals ik al zei, ik verwachtte dat je like, een grass move had om bijvoorbeeld Vaporeon mee te raken. Dat is fair. Want, maar dan, maakt het uit dan? Like, is dan het idee dat ik Treads wel kill en Gliscor niet, of wat? Even kijken. Like, alleen Trilbis zou uitmaken in die situatie. Ik weet niet echt wat die grasmove hebben. Nee, dan heb je geen synthesis. Oh zo, je had niet van geen synthesis. Had. Ja. Dus dan word je gedwongen om een kill te maken. Yeah. Ja, ik had ergens wel een synthesis op Nielsen Okerpong verwacht, want dat heeft hij vaak meegenomen. Ik dus ik dacht, heb ja. I know, maar ik heb het gevoel dat je like, al die drie moves nodig hebt. Want je hebt de grass move nodig, anders verlies je gewoon van Vapo. Dat ik is heb waar, Sword Sense player af, ik verlies niet van Vapo, tenzij je gaat Acid Armoren. Ja. En er is geen andere valid Vapo set hier. I mean, ik zag Vapo kan het nog niet komen. En like, Acid Armor was kinda annoying geweest, I guess. Ik had ook geen Anchor, dus Acid Armor was wel annoying geweest. Maar ik had daar gewoon, like, denk ik, nog gewoon dingen voor. Like, ik was Anchor Clef last. Ik heb Dragon Tail Krook. Ik heb altijd Terra Shell Terrapagos. Like, ik dacht dat ik nog wel fine was. Also, dan like... Dan ben je Acid Armor en je bent Wish dan ook. Dan, I guess, Water Move. En het is van, like, het kan. Acid Armor was semi-viable hier, I guess. Maar, ja. Yeah. Ik dacht gewoon niet dat het zou komen. Like, ik vond Vapor gewoon niet het waard om mee te nemen als Ogerpon en dat gewoon zo free op je inkomt. Maar inderdaad, ik had... als ik daar gewoon hard had geklikt, dan was het inderdaad... Ja, dan had het... Dan had je kunnen rapid spinnen met Terrapagos, I guess. Als je me had gekilled met Treads, dan verlies ik de game, want je breekt gewoon Terra Shell. Like... Ja, maar ik had je niet gekilled. Nou, de Treads was een roll geweest. Als ik je kill met Treads, dan win ik de game. Als ik je niet kill met Treads, word je wel gedwongen, basically, om mij te killen. Ja, yeah, als je de eerste Megahorn raakt en ik leef, dan moet ik je killen, want ik kan niet opnieuw synthesissen. Nee, dat klopt. Mm-hmm. I mean, zelfs dan kan ik opnieuw... Nee, trouwens, dan maakt het niet uit. Nee, als ik dan op Gliscor, maakt het niet uit. Want dan gaat Mian Shao gewoon killen, altijd. Yeah. Dan komt Mian Shao. Mian Shao die U-turnt op je. Ja, ja. Dan... Komt Treads in. Ja. Yeah. Yeah. Nee, dan komt Treads niet in. Dan komt Gliscor in. Nee, Gliscor is dood in deze situatie altijd. Maar... Nee, we hebben het hier over de situatie dat... Oh, dat Treads... Ja, wordt. Dus dan komt Gliscor in. Maar je still lose. Als je dat doet. Ja, dan verlies ik, want dan heb je je Terra Shell. Ja. Yeah. De Terra Shell was huge. Want Gliscor outspeed me niet, zo, ja. Yeah. Yep. Nee, dus dit was het altijd in mijn hoofd. In mijn hoofd was altijd van, like, ik mag
niet de combinatie van Yancho, Threads en Leva. Nee, ik dacht voor jou dat altijd de out was, is Gliscorsecca op Ogerpon en dan U-turnen met Yancho. Dat was voor mij like, altijd hoe jij de game won vanaf die positie. I mean, dus... U-turnen met Yancho had geen nut. Jawel, stel, nee, maar, okay, nou... Oh, als jij geen Synthesis klikt. Als ik geen Synthesis klikte, ja. Dan dus... is het dan, dan is het inderdaad... Ja, turn 27 was ik van uit. Ik mag hier denk ik niet gudgelen, want als ik gudgel, dan kill ik Gliscor. Like, potentieel. Want ik denk, ja... Nogmaals, als ik in jouw positie was, dan had ik gezegd, uit, mijn winning play is U-turnen met Mianxiao nadat ik Gliscor sack. Want ik kill met U-turn. En dan kan Threads gewoon Terra Shell breken en Mianxiao met dan de game. Tenminste, als ik Houdjump raak. You know, like, dat was... Ja. Also, ik zag... Ik dacht dat ik hiermee like, instantly de game zou winnen door gewoon te cudgelen op Gliscor. Like, ik zag, of sorry, door de Simpsons op Gliscor. Ik zag de Simpsons op Gliscor. Ik was van, I just win now. Ik had niet erkend dat High Jump Kick me zo, gewoon zo fucking OKO. Dat klopt. Ja. Want ik leefde U-turn, ik leefde CC en zo. Dat had me niet gekilled. En toen was het gewoon reckless High Jump Kick. Ik was van, ah ja, fair enough. Klopt. Ja, en dat vind ik het geinigste van ze allemaal. Ja. Ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor jullie games. Dan sluit ik de stream denk ik af. Dan kunnen we napraten later in general of zo. Ja. Maar nee, was zeker spannend en wilde game. Right, ben je al aan het afsluiten? Anders ga ik nog fighting de chat zeggen en zo. Ja, nee, je kan nog high tech de chat zetten en zeggen. Nou, ik heb de chat niet openstaan. Ik had toch niet zoiets te zeggen. Maar, bedankt voor de wijze aan chat. Ja, en we zien jullie weer volgende week.